Hi, mijn naam is Sophie. Ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster. En ik ging zelf in slechts 3 maanden tijd van een psycholoog in vaste dienst met heel veel beperkende overtuigingen naar succesvolle online onderneemster. En tijdens mijn podcastshow neem ik jou mee op mijn reis en laat ik je eigenlijk zien dat het runnen van een succesvolle online business echt geen rocket science is. En het is een hele leuke mix van spiritualiteit tussen aanhalingstekentjes en heel veel leuke en vooral praktisch toepasbare tips. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het is een tijdje geleden dat ik tijdens het wandelen een episode heb opgenomen, 's ochtends. Het is wel grappig, want precies op het moment dat ik besluit de episode op te nemen, loop ik langs een school met heel veel circusmuziek. En ik was vanochtend weer naar de Crash Course in Miracles aan het luisteren. Jullie hoorden de muziek ook. En daar zegt hij ook letterlijk in die episode: we luisteren de hele dag eigenlijk naar de circusmuziek in ons hoofd. Hè, de hele dag worden we eigenlijk geleefd door dat stemmetje in ons hoofd wat zegt dat we van alles moeten. En dat het nog niet goed genoeg is. En dat we er pas zijn als taak A af is of taak B af is. En hoeveel van ons kennen wel niet het gevoel van dat je denkt, oh, als ik dat af heb, ja, dan kan ik echt ontspannen of dan kan ik echt genieten. Nou, en ik heb al heel vaak verteld, hè, in de episodes dat er 3 episodes zijn die ik eigenlijk elke dag opnieuw luister uit de Crash Course in Miracles. En ik blijf mij verbazen over het feit dat ik elke keer weer iets nieuws hoor. Ik bedoel, ik kan sommige woorden, sommige zinnen kan ik zelfs gewoon meezeggen. Ik weet gewoon wat er gezegd gaat worden. En toch hoor ik elke dag nieuwe dingen. Alsof je, zeg maar, in tijd reist. Je reist natuurlijk als mens in tijd qua energie. Je evolueert. Hey, ik ben een minuut geleden alweer iemand anders dan dat ik nu op dit moment ben. Zelfs op celniveau schijnt dat zo te zijn, hè? Jezelf veranderen letterlijk door alles. Hè? Door alle energieën van buitenaf. Alles is altijd in beweging. Dus je bent nooit dezelfde persoon. Dus energie landt ook altijd op een andere manier. En dat is trouwens wel grappig, want ik hoor dat ook terug van mensen die bijvoorbeeld nu opnieuw mijn academy aan het doorlopen zijn. Ondanks het feit dat er ook echt heel veel aan het veranderen is, hoor. En dat ik, kom schatje, hele mooie nieuwe content aan het maken ben waar ik echt zo verliefd op ben. De basis is nog steeds hetzelfde, maar het is, zeg maar, weer nog meer to the point, nog krachtiger, nog meer, ja, gewoon, ik ben weer verder, dus ik kan de content ook nog sharper maken. Maar goed, los daarvan, los van het feit dat de content ook anders, toch ook anders is, zeggen mensen, want er zitten ook onderdelen in die hetzelfde zijn, van, oh, nu ik er een tweede keer doorheen loop, snap ik eigenlijk pas wat je zegt, of voel ik het pas echt. En ik weet dat als je dat een derde keer doet, en een vierde keer doet, en een vijfde keer doet, dat het nog meer zo is. Dus dat is ook de reden waarom ik altijd mensen aanspoor om, wanneer ze een academy of course kopen, om dat, ja, een soort van lifelong practice te maken of zo, weet je wel. Tenminste, als het met je resoneert natuurlijk. Als het niet met je resoneert, moet je het vooral niet doen. Maar dat je er gewoon elke keer weer opnieuw doorheen gaat. En de reden waarom ik eigenlijk voelde van, hey, ik wil iets opnemen. Of ik wilde eigenlijk helemaal niet iets per se opnemen, want ik was gewoon lekker aan het wandelen. Maar een van de dingen, ik ben ook weer opnieuw begonnen in The Way of Mastery. The Way of Mastery heb ik aan het begin van dit jaar gelezen. Ik denk dat ik in februari of zo hem uit had. En ik voelde nu weer heel erg, oh, ik wil eigenlijk weer opnieuw beginnen. Nou, same story. Je leest weer natuurlijk compleet nieuwe dingen die ik eerder nog niet gelezen had. Bijvoorbeeld het verhaal over Saint-Germain.
grappig genoeg las ik dat dus gisteren in The Wave Mastery. En ik heb er heel vaak over gehoord in de episodes van de Crash Course in Miracles. Alleen ik kan me niet herinneren dat ik het vorige keer ook echt bewust gelezen heb in een boek. Dus het is heel leuk om te zien dat je dan weer opnieuw dingen leest. Wacht even, ik moet even mijn sleutels. Ik heb een broek aan zonder zakken. Ik zit even te denken hoe ik dit doe. Het is een beetje irritant. Nou ja, dit kan wel. Dat is wel handig. Van die broek. Er zit een band in, dus dan kan ik het in die band leggen. hoe heet dat? Ik ben weer begonnen in The Way of Mastery. En een van de dingen die me deze week heel erg bij was gebleven, was de zin van... What will you have me say? What will you have me do? Who will you have me be today? En... op het moment dat ik dat eigenlijk zei, net tijdens het wandelen, toen kreeg ik die impuls om de episode op te nemen. Om gewoon, who will you have me say? What will you have me do? Who will you have me be? Om eigenlijk die boodschap te delen. We zijn, wat ik zeg, zo geneigd om zeg maar zelf een soort van... voor God te spelen, daar heb ik het ook al vaker over gehad. Wij bedenken wat goed voor ons is. Hè? En ik vind het dus heel leuk, want ik ben dus volop bezig met het laten groeien van mijn business. Wat echt ook heel goed gaat en heel leuk is. Maar op zo'n andere manier dan dat ik gewend ben. Dus waar ik vroeger gewend was als ik dan iets bedacht had. Ik was echt altijd heel erg het type van ik bedenk iets. En een dag later had ik het staan. Een dag later. Echt serieus. Als ik een nieuwe course kon bedenken, kon ik bij wijze van spreken het een dag later klaar hebben. En dan voelde ik ook echt een enorme urgentie om dat meteen naar buiten te brengen. En je kent het wel. Dat is denk ik ook een onderdeel geweest waarom mijn business zo snel gegroeid is. Omdat ik gewoon heel snel doorpak. Maar waar ik nu veel meer ben, is om, en dat was van het begin van het jaar eigenlijk al zo, dat is ook waarom de lancering van de Academy zo ontzettend relaxed was, is dat ik overal de tijd voor neem. En op het moment dat ik dus voel dat er urgentie achter komt te zitten, dus het is altijd zo'n fine balance als je aan de slag gaat met iets nieuws. Aan de ene kant, ik vind het super leuk. Waar ik nu mee bezig ben, wat ik nu aan het ontwikkelen ben, is echt iets waarvan ik, ja, er zit een soort van verliefdheidsenergie in, weet je wel. Ik vind het zo cool. Alleen, er is zo'n fine balance dat je voelt van, tot hier. En nu ga ik over de line, weet je wel. Nu ga ik te veel bedenken. Nu wordt het iets van moeten. En wanneer je dus leert, wat ik gewoon zelf heel leuk vind om te ervaren, is wanneer je ontdekt dat je dingen... de ruimte geeft om te... Nee, lieverd, ik heb geen kikkertjes. Kom. We spelen altijd een spelletje met Bonkie dat we steentjes in het water gooien. En hij... Nou ja, hij denkt natuurlijk niet dat het kikkertjes zijn. Dat kan hij helemaal niet denken, maar dat hebben wij ervan gemaakt. Noemen we dat kikkertjes. Maar de kikkertjes zijn er niet meer. Nee? Kom, lopen. Kom, gaan lopen. Ja. Dat er zoiets moois in zit om dingen wat meer de tijd te geven. Dus wanneer je zeg maar gewoon je intentie zet en bedenkt van dit is wat ik super graag wil bereiken. Ik hoop dat jullie me nog kunnen horen met de wind. Super graag wil neerzetten. Hè? Dus je hebt allemaal zelf al je eigen dingen die je graag zou willen doen in je business. Of misschien wel privé. En dat je dan het vertrouwen hebt. Dat je daarin geleid wordt. En dat je het zal voelen wanneer je ermee aan de slag wil. En dat je ook zal voelen wanneer je ermee mag stoppen. Zeg maar veel meer organisch als golfbewegingen. En dat is eigenlijk wat we in de westerse wereld niet zo gewend zijn. We zijn heel erg gewend om op het moment dat we iets bedenken. Om daar alleen maar vanuit die mannelijke energie doorheen te beuken. En dan krijg je eigenlijk een beetje waar we het in de vorige episode over hadden. Dat dingen gaan moeten. En als er een moedenergie achter zit, dan is dat ook de energie die je straks gaat manifesteren met je eindresultaat. En waar ik gewoon dit jaar, eind vorig jaar al denk ik, maar zeker begin dit jaar heel erg bewuste keuze in heb gemaakt.
Dus ik heb gezegd van ik kies uitsluitend nog voor holy relationships in alles. Holy relationship met geld, holy relationship met mijn business. Holy relationships in alles. En holy relationships betekent dat je alles omarmt. Alles. Je kunt niet iets uitsluiten in een holy relationship. Dus dat betekent ook dat, wat ik vorige keer zei, van, dat je mag gaan leren te houden van het nog niet affe proces. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een sales page aan het maken bent, zoals ik nu. Mijn ego vindt, hangt er een beetje tussen. Soms heel ingewikkeld dat die page al, zeg maar, gemaakt is. En dat het nog niet perfect is. Maar juist door de imperfectie ervan te omarmen. En heel dankbaar te zijn voor die pagina. En voor alle elementen en voor de potentie die erin zit. Is het zo grappig om te zien hoe die aan het ontstaan is. En wat er gebeurt met die pagina. En hoe cool die aan het worden is. En hoeveel... Hi. En hoe mijn energie erover verandert. En dat je ook in plaats van denkt van, oh, als ik op een magic knop zou drukken, zou ik nu mijn hele, alles wat ik bedacht heb, nu af willen hebben. Dan denk ik, nee, dat zou ik helemaal niet willen. Ik wil dat het tijd kost, want great things take time. Great things take time. Het is mooi om dingen de tijd en de ruimte te geven om te groeien tot wat het kan zijn. We kappen het vaak, denk ik, veel te snel af. Waardoor je een versie krijgt die, zeg maar, in potentie veel kleiner is dan wat het uiteindelijk zou kunnen zijn. Dus ik heb even een binnenpretje, omdat ik gisteren een tekst doorkreeg die begon met great things take time. Toen dacht ik, zal ik die nu mailen? En toen kreeg ik een soort van gedachte, nee, wacht maar even. Misschien krijg je morgen wel een podcast episode door die hierover ging, over zou gaan. En nu opeens eindigen we met de woorden great things take time. Dus dat is wel heel grappig. Ik ga het hier ook bij laten. Ik ben thuis. Dus ik ga lekker de bonkie eten geven. Even lekker in bad. Even lekker yoga doen. En dan straks een call. En van de rest ga ik gewoon laten ontstaan wat er mag ontstaan. Misschien ga ik wel nog hele leuke dingen doen naar mijn business. Of misschien ga ik hele andere dingen doen. We will discover. Geniet van deze dag. Ciao. En misschien nog wel even één mooie toevoeging. Nu ik mijn papje op heb. Great things take time. Maar dat betekent dus niet dat het lang hoeft te duren. En dat is de grap. Ik had daar ook een rose message over gestuurd. Dat dingen helemaal niet zo lang hoeven te duren als je gewoon hulp vraagt. Great things take time. Als je dat concept omarmt en dus willing bent om mee te gaan in het natuurlijke ritme van datgene wat je aan het creëren bent. En je kan het vergelijken met een plant. Die kan je ook niet in één dag dwingen om vol groei te zijn. Maar wanneer je dat concept omarmt, gaat het wel heel veel sneller dan wanneer je het er doorheen pusht. Plus het resultaat zal dan ook helemaal zijn wat je ervan verlangt. Dus great things take time betekent niet, en dat is wel een interessante doordenken voor jezelf, betekent niet dat iets lang hoeft te duren. Sterker nog, het is mijn ervaring dat wanneer je dat concept weet te omarmen, wanneer je ruimte durft te laten tussen de muzieksymfonieën. Ik heb ooit eens ergens dat gehoord, dat de meest mooie muziekstukken hebben stiltes erin. En die stiltes maken dan ook weer dat de muziek zo mooi klinkt. Wanneer je dus willing bent om die stiltes in te lassen, dan gaat het dus uiteindelijk heel veel sneller dan dat het zou gaan als je dat concept niet zou toepassen. Ja, het is een beetje een doordenkertje. Maar ga maar eens na in je eigen leven. We verlengen het proces enorm wanneer we dingen uitsluitend doen vanuit mannelijke energie. En daarmee zeg ik niet dat mannelijke energie iets negatiefs is, verre van. Het is allemaal divine, maar alles gaat over de juiste balans. Alles gaat over de juiste balans, uitsluitend vrouwelijke energie.
zou niet kloppend zijn. Uitsluitend mannelijke energie klopt niet. Het gaat over die balans. De balans van alles. Hè? De 3-3-3. Spirit, mind, fysiek. Die drie eenheid. Dat is waar het over gaat. Nou, dat dus nog eventjes. Nu ga ik lekker een badje maken voor mezelf. Het is bloody hot buiten. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus ik ga lekker eventjes chillen. Oké, ciao.